De eens zo machtige keizer van Duitsland vlucht na de Eerste Wereldoorlog in 1918 naar het neutrale Nederland. Na 2 jaar in kasteel Amerongen komt hij in 1920 terecht in zijn laatste huis, Huis Doorn. Tegenwoordig staat het huis leeg en is het open voor publiek. Maar de bezoekers weten steeds minder over keizer Wilhelm. In Huis Doorn is daarom een expositie te zien over hem en de tijd waarin hij leefde. Nou, die man heeft met de ontstaansgeschiedenis van Europa een enorme rol gespeeld. Die man heeft positieve en negatieve effecten gehad. Nou, en dat heeft zijn weerklank en dat laten we hier ook een beetje zien. Twee nazaten van de keizer zijn speciaal uit Duitsland gekomen om de expositie te openen. Maar ook zij hebben keizer Wilhelm nooit persoonlijk meegemaakt. Beide grootouders hebben de keizer gekend. En zo had ik het grote geluk de keizer niet nur aus Geschichtsbüchern kennenzulernen, sondern eben auch als Menschen. Op de expositie is veel bewegend beeldmateriaal van de keizer te zien. Hij was zich al vroeg bewust van de kracht van dit medium. De nodige ijdelheid zal ook meegespeeld hebben. Hij was namelijk een fervent verzamelaar van militaire kostuums en wilde die zoveel mogelijk laten zien. En opvallend, de keizer had een lamme, korte arm en dus moesten al zijn kostuums op maat gemaakt worden. In 1941 sterft de keizer. Hij wilde niet in Nazi-Duitsland begraven worden. Hij wilde pas terugkeren naar Duitsland zodra het weer een monarchie was. En tot die tijd rust hij in dit mausoleum in de tuin van Huis Doorn.